Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Vandaag is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren mocht de Kamer wat zeggen en vandaag mocht Rutte wat terugzeggen. Zo van, nou, doe het anders lekker zelf, joh. Zeg maar, hier, kijk, hier zien we hem met zijn vrienden van het kabinet in vak K. Laten we even naar hem luisteren. Kleine waarschuwing bij dit fragment. Niet schrikken. In plaats daarvan. Waarom geen plannen om te bezuinigen op... Schrok toch, hè? Doodeng altijd, die algemene beschouwingen. Ah. En de dag was nog wel zo rustig begonnen met de Arjan Noorlander van de NOS die het debat een beetje inleidde. En dan komt er altijd een moment dat hij niet meer weet wat hij moet zeggen. En als politicus is het dan zaak om dan in de buurt te zijn. Want dan mag je op tv. En de rol van Mark Rutte daarin is kleiner dan het normaal is. Nou, ik kijk even om me heen of er nog fractievoorzitters lopen. Daar is bijvoorbeeld Jan Paternotte van D66. Ja, en dan denk je, lucky shot. Maar nee, die Paternotte doet het erom. Hier, dit was voor het debat van gisteren. Maar ook naar de lange termijn en naar de verkiezingen kijken. Nou, kijk even om me heen wie er nog meer lopen. Kijk, naast mij staat hier Jan Paternotte van D66. Wow, Mr. Right Place, Right Time. En dan is er nog één stuk taart, even kijken. Ah, oh, meneer Paternotte. En het zijn Rutte's laatste politieke beschouwingen. En je kon wel merken dat hij wat slordiger is dan gewoonlijk. Ik had de minister-president in mijn inbreng nog een vraag gesteld over de tandartszorg. Misschien dat hij die nog... Die heb ik niet gehoord. Sorry, hij was ook niet bij me. Dus ja. Ik noteer hem even voor de tweede termijn. En ambtelijk wordt meegeluisterd. Ja, tandarts Wilders. Ja. Tandarts Wilders, dan heb ik nog pedicure Jetten en zaterdag zwemles Marijnissen. Genoteerd. Nou, het kabinet had weinig te doen vandaag, want ze zijn demissionair en ze hebben met Prinsjesdag hun plannen gepresenteerd. Onder meer 2 miljard voor armoedebestrijding. En de Kamerleden willen daarnaast hun eigen plannen erdoor krijgen. De een wil meer geld voor de laagste inkomens, de ander voor de middeninkomens. En daardoor ontstonden er allerlei nieuwe politieke verbondjes. En dat gebeurde niet in de plenaire zaal. Daar was eigenlijk iedereen het wel over eens. Veel overleg in de wandelgangen. Achter de schermen. In die kamertjes, in die wandelgangen. In de gangen en in de gangen. In die achterkamertjes. In die wandelgangetjes, in die mierengangetjes. Mierengangetjes? Dat is volgens mij geen woord, maar dan ben ik misschien aan het lieveheersbeestje neuken. Ik weet het niet. Het waren zeer waarschijnlijk ook de laatste algemene beschouwingen van Liane Den Haan van Groep Den Haan. Ze zat bij 50+, daar was ze het enige Kamerlid en toch is ze boos uit de fractie gestapt. Dat kunnen alleen de hele kleine zeggen. Maar nu stopt ze helemaal met de politiek. Gisteren vertelde ze waarom. Maar sinds mijn politieke avontuur voelde ik me steeds meer terneergeslagen, onzeker. Ik voelde me mislukt, want ik was veel te inhoudelijk, zoals journalisten zeiden, en veel te saai dus om persaandacht te krijgen en dus zichtbaarheid te krijgen. Ja. Ze was dus te saai om persaandacht te krijgen. En dit reken ik mezelf ook aan, want ja, ik heb eigenlijk ook nooit aandacht aan Liane Den Haan besteed. En dat is toch zonde, dus dit jaar is onze laatste kans om het goed te maken. En nou, daarom is het tijd voor... 10 leuke weetjes over Liane Den Haan. Alle leuke dingen die je nog niet wist over Liane Den Haan. Daar gaan we. 10. Ik ga dit niet redden, jongens. Wacht even. Oké, wacht. Hey, 10 is te veel. Heb je iets anders? 5 leuke weetjes over Liane Den Haan. Ik heb even niks leuks. Ik heb niks leuks. 5 weetjes over Liane Den Haan. Nee, ik heb niks. Nee. 1 weetje over Liane Den Haan. Eén weetje. Oké, wisten jullie dat een gierzwaluw 10 maanden non-stop in de lucht kan blijven? Dat is niet te geloven, toch? Nee? Tot zover! 10 leuke weetjes over Liane Den Haan. Oké, toch nog gelukt. Oh. Nou, en, dan nog even dit. Het is donderdag, dus het is tijd voor... Arjen's Boekenclub. Arjen's Boekenclub, het enige boekenprogramma zonder eus. En vandaag hebben we het over een klassieker, want ik las vanochtend dit. Docenten in Texas ontslagen omdat zij haar klas Het Achterhuis liet lezen. Jezus, wat heftig. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Dus ik zapte meteen naar het lokale nieuws van het stadje in Texas waar dit speelt. En dan moet je heel ver zappen. Voorbij Omroep Brabant, Frans 24, Al Jazeera, RTV Nairobi en dan net voor Net 5, daar zit het.
Hampshire Finette ISD releasing that teacher of her duties after the district and parents say she exposed her eighth grade class to a graphic adaptation of Anne Frank's diary. Blootgesteld? Alsof het asbest is. Maar het gaat dus niet om asbest, maar om dit boek. Dit is een stripbewerking van het achterhuis van Anne Frank. En dit is dus geen raar, obscuur boekje. Het Anne Frank Fonds staat erachter. Sterker nog, zij zeggen, een boek dat geschreven is door een 12-jarig meisje is wat ons betreft geschikt voor haar leeftijdsgenoten. Maar daar denken ze in Texas anders over. Want daar is het op een lijst met verboden boeken gezet. Omdat ouders hebben geklaagd. En dan niet over het open einde. Maar... Nee, vanwege iets anders. Amy Manuel is the mother of four children. Their protection is her priority. I don't like them shoving all this sexually explicit things down my kids' throats. Het achterhuis te seksueel? Dat klinkt als Jan Slachter is te atletisch. Dit gaat over een kind dat zich verstopt voor moordlustige nazi's. Maar nee, het probleem voor kinderoortjes is dat het te seksueel is. Nou, oké, nou laten we die seksuele passages dan even bekijken. En oké, iedereen onder de 18 moet misschien eventjes doen alsof hij iets anders gaat doen. Komt-ie, kijk, hier vraagt Anna aan een vriendinnetje of ze haar borsten mag zien. Die overigens weigert. En dan is er nog dit plaatje waarin Anna denkt, als ze eens wist hoe graag ik haar zou willen zoenen. Nou, poehee. Deze stukken zitten trouwens ook gewoon in het originele dagboek. Want nogmaals, het is een dagboek van een pubermeisje. En vanwege dit wordt in Texas een boek al op een verboden lijst gezet. En dat verbieden van boeken is daar sinds een paar jaar echt hot. Want sommige ouders willen niet dat hun kinderen op school worden blootgesteld aan wat dan ook met seksualiteit. The alphabet soup has been given the right to slam their agenda down the throats of every human on earth. This is pornography, plain and simple, and it does not belong in our schools. I do not want my children to learn about anal sex in middle school. I have never had anal sex. I don't want to have anal sex. I don't want my kids having anal sex. Heel goed dat ze duidelijk aangeeft wat ze wel en niet prettig vindt. Nou, veel van die bezorgde ouders hebben zich inmiddels verzameld in de actiegroep Moms for Liberty. Dat is een uitstekende naam. En dan vooral de liberty om dingen te verbieden. En ja, dat zijn ook gewoon mensen die over elk woord heel goed nadenken. Tina Deskovich and Tiffany Justice started the group in 2021. Earlier this month, an Indiana chapter apologized for quoting Hitler in a newsletter. Oh ja, die is er even tussendoor geglipt. Excuus. Ja. Nou, al die bezorgde ouders hebben ertoe geleid dat de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, hier zie je hem, zelfs heeft geprobeerd om het verbieden van boeken vast te leggen in de wet. Governor Abbott signing HB 900 into law, banning books from school libraries that are deemed to be sexually explicit. It prohibits library material that is sexually explicit, vulgar, or educationally unsuitable. En daarmee bedoelt hij alles wat ook maar lijkt op seks, homoseksualiteit of genderidentiteit. En dus ook het stripboek van Anne Frank. Jezus, een 80 jaar oud dagboek van een pubermeisje is dus al te heftig voor ze. Aanstellers. Als je die Texanen met hun tere zieltjes laat bepalen wat je aan kinderen kunt voorschotelen, dan krijg je dit. Anne Frank in Texas. Dear Kitty, my family is in hiding. My dad is worried sick. Those extreme LGBTQ woke leftists are trying to destroy our way of life. Luckily, the door to the secret annex is hidden by the gun cabinet. I'm going through puberty. I have no sexual thoughts whatsoever. Moses, there's really only one man in my life. Is it Jesus? Why, yes. Oh, and Greg Abbott. It's dangerous to look outside, but it's sure nice to look at the five statues of General Robert E. Lee. Today I got the news that four of my friends from Bible school are pregnant. This must be the Lord blessing them for not having premarital sex. I overheard the guy next door watching RuPaul's Drag Race, so I called the pastor. Now he visits our neighbor every night for 3 hours to pray the gay away. Bless those men. Today is Margot's birthday. Daddy got her what she asked for, an AR-15 assault rifle with close range, red dot pyrotechnical laser scope and dum-dum bullets to defend herself against heathens, vegans and all other people coming for her freedoms. Dear Kitty, I'm so grateful that I'm protected from evil books. I have to go now. There's a rainbow outside and we're gonna shoot it down because it's gay. Bye!
Dit was vandaag. Straks is het afgelopen met gevaarlijke honden. Maar eerst nog even dit. Ben jij tussen de 18 en de 25 jaar en niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Heb jij een passie voor motoren en woon je in de omgeving Rotterdam-Rijnmond? Heet je vader Bert en je moeder Gertrude? Heb je als kind ooit een kleurplatenwedstrijd gewonnen van winkelcentrum Binnenwijk? En ben je soms bang dat dat eigenlijk de laatste keer was dat je echt iets bereikt hebt in het leven? Dan ben jij waarschijnlijk Gert van Sleuten. En zit je op dit moment deze reclame in te spreken op je zolderkamer in Barendrecht-Noord. Gert van Sleuten. Ik verveel me, man. Klik op de link en kijk hele afleveringen terug op NPO Start. Mijn oma die keek ook altijd NPO Start en die is 96 geworden. Tuurlijk, dat is anekdotisch bewijs, maar je kan het ook niet negeren. Maar